werk bijvoorbeeld op een museum, maar ik kan ook in een haven staan of op een boot werken, receptiewerkzaamheden of een kantoorpand. Nou, ik vind zelf de havens of op een boot het leukst. Toegangscontrole van personen, vrachtauto's inschrijven, goederen controleren. Het is eigenlijk heel erg breed wat je eigenlijk doet. Met de eerste baan mee en dan aan de linkerkant parkeren en dan kunt u zich ook daar gelijk melden. Ik ben begonnen met VMBO, die heb ik afgerond. Daarna ben ik naar de beveiligingsopleiding gegaan. Eerste jaar theorie, tweede jaar stage. Wat je leert, ja, gedeelte wetgeving, sociale vaardigheden leer je. Computer. Je moet natuurlijk ook met een computer overweg kunnen. Voornamelijk Engels en Duits. Ik kom veel met buitenlandse mensen in contact. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je eigen bestaanbaar kan maken. Dat heb je soms al heel erg hard nodig. Sommige mensen zijn heel makkelijk, maar daarentegen heb je ook mensen die heel vervelend zijn en het liefste jou zo moeilijk mogelijk maken. Ik hoop hier te kunnen blijven werken. Misschien wat hoger op te komen, maar ik heb hier erg naar mijn zin. En de beveiliging, werkzaamheden, vind ik gewoon erg leuk.